President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de COVID-19-pandemie een enorme uitdaging voor de regering is. Volgens hem gaat het aan de ene kant om het garanderen van het voortbestaan van de samenleving en anderzijds om het garanderen van zekerheden voor productie en ontwikkeling. De president wijst erop dat de pandemie snel aan het uitbreiden is in ons land. Dit baseert hij op de landelijke stijging van positieve gevallen die waargenomen is in Marowijne, Sipaliwini, Paramaribo, Wanica en Para. Santokhi benadrukt dat de besmettingen plaatsvinden op plekken waar er veel mensen bij elkaar komen. We zien thans een uitgroei naar het zuiden van Paramaribo, grenzend aan Wanica. Als we de cijfers en de uitwerkingen van de epidemiologen bekijken, zien wij dat het aantal besmettingen dagelijks toeneemt. Hiermee neemt ook de druk op onze zorgcapaciteit toe. Door de toename van het aantal besmettingen ontstaat een schaarste aan locaties om de personen die positief zijn te isoleren. Als deze situatie zich zo blijft ontwikkelen, betekent dit dat mensen in hun thuissituatie geïsoleerd zullen moeten worden. Het risico voor verdere verspreiding van het virus zal hierdoor toenemen. President Santokhi haalt verder aan dat de nieuwe regering Suriname leefbaar wil houden, ondanks de moeilijkheden. Het moet een land worden waar er welvaart en welzijn is voor een ieder. Het staatshoofd heeft dan ook een dringend beroep gedaan op de gemeenschap om in deze periode meer dan ooit in eenheid de crisis tegemoet te gaan. Eenheid in denken en handelen als waarborg voor de gezondheid van de hele natie. Eigen verantwoordelijkheid en sociale controle en verantwoordelijkheid van de regering zijn de drie ingrediënten die nodig zijn. Deze gedeelde verantwoordelijkheid, de groeiende eenheid en het vertrouwen in elkaar moeten ons leiden om COVID-19 het hoofd te bieden. Het is zaak dat we met ons allen het virus moeten indammen door elke mogelijkheid van spreiding tegen te gaan. We gaan dat doen terwijl we ook de ruimte scheppen om langzaam terug te gaan naar normalisering. Immers, we weten dat COVID-19 niet meer zal verdwijnen. We moeten ons daarom weerbaar maken en weten hoe door te gaan met het leven waar COVID-19 ook een deel van uitmaakt. President Chandrika Prasad Santokhi die aangeeft dat er een verschuiving is van de aandacht naar alleen het dragen van een mondkapje. Het gevolg hiervan is dat we vergeten de hygiëne in acht te nemen, aldus Santokhi, die verder benadrukt dat we onze handen moeten blijven wassen en ook onze directe omgeving goed moeten desinfecteren.